Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb de ogen uit mijn hoofd zitten schamen. Wat hier voor vertoning op het veld is neergezet. Ik vind het een schande, dat meen ik echt. En ik vind het verschrikkelijk voor de supporters. Oprechte excuses naar hen die hier zijn gekomen, die dit team iedere keer weer steunen. Nu is het zeker dat jullie met 3 punten achterstand vertrekken in die play-off 3. Ook dat Beerschot het thuisvoordeel heeft. Ja, nou ja, dat wilden we ook graag schijnbaar. Wij willen graag met 3 punten achterstand beginnen. Dat heb ik vandaag gezien, dat wij absoluut met 3 punten achterstand wilden beginnen. Dus wat dat betreft. Nou, hebben dat goed gedaan. Nochtans, in de krant hadden de spelers het volle vertrouwen in. Ja, maar het volle vertrouwen is allemaal bla bla bla. Ja. Ook vanuit mijn spelersgroep bla bla bla. Want dat moet je tonen. Dat moet je tonen binnen de lijnen. En toch is het nu jouw taak om terug alle neuzen in dezelfde richting te zetten. Ja, om toch naar die play-off 3 te beginnen. Ja, 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 mag ik jou goede moed toe wensen daarin? Nou, hartelijk dank. Hartelijk dank. Okay. Die steun kunnen we zeker gebruiken. En, maar hoe het de volgende wedstrijd gaat zijn, ik zou het niet weten. Want het is... Bijna petje op, petje af lijkt het wel. Oké, okay. Ik wens je toch veel moed toe en ik hoop dat Als we spelen zoals vandaag, dan kun je beter gelijk de kaarten gaan schudden.